Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerjic. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community. Ik participeer in dit fantastische project sinds 2017. Dus dat is nu al ruim 6 jaar. Ik ben sinds afgelopen week community manager geworden voor SkyWorld Community. Voor België en Nederland. En dan ook het tropische gedeelte van Nederland, zoals de bovenwindse en benedenwindse eilanden. En daarbij heb ik ook aangeboden om het voor Suriname te willen doen, omdat in de meeste landen ook de voertaal nog steeds Nederlands is. Ik begrijp dat het voor België niet echt Nederlands is, maar dat het meer Vlaams is. Ik zal mijn best doen om voor jullie ook zo goed mogelijk community manager te zijn. Mijn doel is in deze enkel om de informatie zo goed mogelijk met jullie te delen, zodat jullie ook uiteindelijk de correcte informatie krijgen, zodat jullie ook weten wat er gebeurt, waar jullie aan toe zijn en wat jullie kunnen verwachten. Excuus. Wat is mijn functie als community manager? Ik zal veelal op de achtergrond operationeel zijn. Ik zal de curatoren zowel voor Nederland als voor België, in de namen Nettie Sommers en Christian van der Vijver, achter de schermen zoveel mogelijk ondersteunen. Ik heb ook een toezichthoudelijke functie op de social media kanalen. Dus ik eigenlijk bekijk ik dagelijks wat er gebeurt. Of mensen vragen hebben. En als mensen vragen hebben, dan ook met hun persoonlijk in contact te treden. Goed, dat is een klein beetje wat ik allemaal achter de schermen doe. Het leukere gedeelte is natuurlijk om jullie te voorzien van de beste en mooiste informatie die we op dit moment met jullie mogen en kunnen delen. Ik ben ook professioneel gebruiker van de applicatie AdvoHunter. Wat is AdvoHunter? Dat is eigenlijk een augmented reality applicatie die het mogelijk maakt om visualisaties te maken van Unitsky String Technologies in jullie eigen omgeving. Dus dat geeft jullie eigenlijk de best mogelijke indruk van wat dit transportsysteem zou kunnen betekenen. Middels SkyWorld Community krijgen wij de mogelijkheid om het project van Anatoly Unitsky te ondersteunen. Dat gebeurt middels een crowdfunding. De meeste mensen zitten misschien al langer in het project en sommigen wat korter. Maar SkyWorld Community biedt dus eigenlijk een hele mooie opportunity waarbij wij de ontwikkeling van Unitsky String Technologies kunnen ondersteunen. Wil je hier meer informatie over hebben? Er zijn verschillende documenten in jullie back-office beschikbaar in het account. Mocht je nog geen account hebben en wel interesse hebben, dan verwijs ik je even naar degene die je deze video heeft aangeboden. Hij of zij zal prima in staat zijn om je op een goede manier alle ins en outs te vertellen. Mocht het niet het geval zijn, dan laat ik je heel even wachten tot aan het einde van deze webinar. Daarin zal ik mijn contactgegevens met jullie delen, zodat jullie toch alle vragen kunnen stellen die misschien opkomen gedurende deze presentatie. Op dit moment hebben wij te maken met een opwarming van onze aarde. Dat is een cyclus die komt eigenlijk om de zoveel jaren komt die terug, maar op dit moment gaat het iets sneller dan de afgelopen jaren is gebeurd. En we zien verschillende ideeën. En sommige ideeën zijn goed en sommige ideeën zijn wat minder goed. Smaken verschillen. Uiteindelijk hebben alle ideeën een goed initiatief. Alleen lang niet elk idee heeft ook een goed uitwerkende functie op de vraag die we hebben. Nou, sinds 1978 is Anatoly Unitsky ook begonnen met zijn idee te visualiseren. En hij is eigenlijk begonnen om dat heel simpel te vereenvoudigen in deze taart die je ziet. Je ziet hierin 4 vakken. En alle 4 componenten maken uiteindelijk straks dat Unitsky String Technologies onderdeel gaat worden van het totaalconcept. We hebben bijvoorbeeld bio-energie, we hebben bijvoorbeeld windenergie, we hebben het transportgedeelte waar we het nu over gaan hebben. En we hebben uiteraard de lineaire steden en er is in het verleden ook al veel over gezegd, maar dat is ook onderdeel van Unitsky String Technologies. Of je moet eigenlijk zeggen dat Unitsky String Technologies daar samen onderdeel van is. Uiteindelijk krijg je een totaalconcept, maar wij gaan in deze webinar vanavond voornamelijk hebben over Unitsky String Technologies. Nou, wie is Anatoly Unitsky? Anatoly Unitsky is de geestelijk bedenker, geestelijk vader van Unitsky String Technologies. Hij is sinds 1978 begonnen om zijn idee vorm te geven, te visualiseren en sinds 2014 ook daadwerkelijk te assembleren. Hoe westelijk je komt op deze aarde, hoe onbekender Anatoly Unitsky is, maar hoe oostelijk je gaat op deze aardbol, hoe bekender Anatoly Unitsky is. Hij heeft verschillende samenwerkingen gekregen met onder andere de Verenigde Naties. Hij heeft ook verschillende prijzen gekregen voor het werk wat hij heeft bedacht, voor uitvindingen wat hij heeft bedacht. Dus we zien dat Anatoly Unitsky misschien wel een heel onbekend persoon lijkt, maar het niet is.
Zijn lijst met wat hij heeft weten te bereiken, ja, dat wordt alleen maar langer en langer. En dat past eigenlijk niet eens meer op één sheet. Dat gaat eigenlijk al richting 2, 3 sheets. Nou, en dit is Anatoly Nitsky met een van de vele certificaten en patenten die hij in de afgelopen jaren heeft weten te verwerven. Wat heel belangrijk is, is om jezelf te realiseren dat alles wat Anatoly Nitsky ontwerpt, is er niet. Dus hij maakt gebruik van de meest geavanceerde technologieën om zijn ideeën te ontwerpen. Maar die ideeën moeten ook gecertificeerd worden. Het is niet alleen bijvoorbeeld de U-car of de U-bus dat hij die ontwerpt en dat hij dan maar dat even moet certificeren en dan kan het rijden. Nee, het is een veel gecompliceerder proces. Ook de producten die bijvoorbeeld deze modellen maken, heeft Anatoly Nitsky in de afgelopen jaren zelf moeten realiseren. Het was er niet. De schroefjes zijn er wel, de kruiskop is er en de platte kop is er. En de schroefdraad, dat is er ook, dat is correct. Maar om tot zijn technologie te komen, ja, die technologie is daadwerkelijk zelf ontworpen. Dat staat letterlijk nog in de kinderschoenen. En het loopt daarin ook al zijn tijd ver vooruit. Ja, dan rijst natuurlijk altijd bij de mensen veelal de vraag van, goh, wanneer gaat het traject eens reëel worden? Wanneer wordt het realistisch? Wanneer gaan we er eens iets van zien? Nou, ook daarin is ook weer een langdurig proces voorafgaand geweest en dat proces is nog steeds in volle gang. Maar ook de Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies. Het certificaat rechtsonder op jullie scherm geeft dat aan, dat is een ja-vinkje in. Ik realiseer me heel erg dat het amper te lezen valt. Maar goed, dit certificaat is ook wijdverspreid op het internet terug te vinden. Maar dus de Europese Unie is ook wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies. Wat maakt nou dat Unitsky String Technologies dan nog niet is geïmplementeerd of geïntegreerd in het bestaande infrastructuur in Europa? Nou, dat is als volgt. Er zijn afspraken gemaakt tussen transportbedrijven die al langer op de markt zijn en landen. En die transportbedrijven hebben dus zware overeenkomsten getekend. En nieuwkomers zoals Anatoly Nitsky met zijn bedrijf Unitsky String Technologies moet dus wachten op zijn beurt. En is eigenlijk meer gebaat bij overheden die wat makkelijker de touwtjes in handen hebben. Dus die niet afhankelijk zijn van het bureaucratisch systeem. Dus hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld landen zoals de Arabische Emiraten. Nou, dit is Anatoly Nitsky met een van de vele certificaten. Dit is het certificaat wat aangeeft dat Unitsky String Technologies een bona fide bedrijf is en dat ze wereldwijd met een gerust hart zaken gedaan kan worden met Unitsky String Technologies. Daarnaast opereert Unitsky String Technologies inmiddels in verschillende landen op wetenschappelijk niveau. Niet alleen in de Emiraten, maar ook in Wit-Rusland. En ik snap dat dat op dit moment gevoelig ligt. Maar Unitsky String Technologies is een internationaal bedrijf wat internationaal zaken doet. Dus ze opereren op dit moment dus op internationaal wetenschappelijk niveau. En dat is zeer belangrijk. Dus ook al zitten ze nog in de start-up fase, ze werken dus op een heel ander niveau dat wij eigenlijk kunnen voor ons kunnen houden of kunnen bedenken, om het heel simpel uit te leggen. Maar dat zorgt er wel voor dat hetgeen wat ze ontwerpen ook daadwerkelijk sneller ontworpen kan worden en dat de technologieën die worden gebruikt eigenlijk vooruitstrevend zijn. Het is niet dat de technologie van heden ten dagen wordt gebruikt. Nee, er worden toekomstige technologieën gebruikt om bijvoorbeeld, zoals we hier op de foto zien, een stringrail te realiseren. En wat dan direct opvalt is dat alles zich bevindt op het tweede niveau. We zien een stukje gras en we zien het transportsysteem op het tweede niveau, de U-flash, die over een stijve spoorconstruct heen rijdt op het Ecotechnopark. En ik realiseer me ook dat het is maar het Ecotechnopark. Maar je hebt zo'n testpark nodig om vooruit te komen. Je hebt een testpark nodig om mensen te laten zien. Maar belangrijker nog, mensen te laten wennen aan wat Unitsky String Technologies zou kunnen bieden. Dat is een efficiëntere manier om te reizen van A naar B. Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het is een goedkopere manier om te implementeren. Dus de bouwkosten zijn sowieso een aanzienlijk een stukje lager als de huidige conventionele bouwkosten die waar we nu mee te maken hebben. Het zorgt ook voor een beter leefklimaat voor mens en natuur, maar dit alles, daar moet aan gewend worden. Je kunt een idee hebben, maar je kunt het idee niet zo pas boem, even plat gezegd, de markt in slingeren en er dan vanuit gaan dat mensen dat wel pakken. Dat werkt niet. Wij mensen moeten er aan wennen. En dat geeft ook aan, bijvoorbeeld als we hier kijken van op de linkerfoto dat we een transportsysteem zien, wat ook al inderdaad gebruik maakt van het tweede niveau. En dat zeggen mensen ook vaak, ja, maar dit hebben ze al. Dit is in Duitsland en in Wuhan in China
hebben ze ook al een dergelijk systeem. En ook in Amerika hebben ze systemen. Dat is correct. Het gebruik maken van het tweede niveau is niet van vandaag en ook niet van gisteren. Dat is al een hele lange tijd. Maar wat Unisys Ring Technologies uniek maakt, en daar ga ik zo meteen op komen, is wel dat ze dus voor een efficiëntere manier kunnen zorgen. Want dit transportsysteem wat we aan de linkerfoto zien in de Duitse stad Wuppertal, wordt nog steeds bediend door een train engineer of een machinist. Die rijdt de module van A naar B. Het is natuurlijk wel een antwoord op bijvoorbeeld dichtslippende steden, zoals we hier op de foto aan de rechterkant zien, waar we ook mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan steden zoals New Delhi, Lagos, Jakarta. Dit zijn allemaal steden die gigantisch zijn gegroeid, maar de infrastructuur is niet meegegroeid. Dus het is gigantisch hard gewerkt, maar ze hebben aan alles gewerkt, behalve aan een goede infrastructuur. De steden slippen dicht. Nou, dan hebben we ook altijd de categorie mensen die aangeven, ja, maar Unisys String Technologies, dat is een kabelbaansysteem. En ja, dat geloof ik wel, dat hebben we al, dat is niks nieuws. Nou, een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem door middel van twee motorwielen. Eentje bovenaan een helling en de ander onderaan een helling. En daartussen wordt een kabel getrokken. En aan die kabel hangen gondels, denk bijvoorbeeld aan een skilift. Maar op het moment dat de skilift, dat er een probleem ontstaat, dat een skilift bijvoorbeeld de geest geeft, dan zitten mensen heel lang tussen wal en schip. Die kunnen geen kant op. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld de kabel afschiet van de motorwielen, waardoor dus letterlijk de stoeltjes van de kabel ontsporen. Een ramp niet te overzien. Dus ja, dat is vaak wat ik tegen mensen aangeef. Nee, Unisys String Technologies is een compleet ander systeem. Nou, wat is het dan wel voor een systeem? Het is een systeem dat beschikt over eigen motorwielen, eigen hulpondersteuning, eigen computersystemen, wat veelal gebruik maakt dus van artificial intelligence. En die artificial intelligence zorgt ervoor dat deze modules in staat zijn om zelf te sturen en om zelf na te denken. Nu hoor ik je denken, zelf sturen. Ze kunnen toch maar één kant uit of twee kanten uit. Ja, dat is correct. Maar ze kunnen bijvoorbeeld wel in de aansturing van de motorwielen van het elektronisch systeem aangeven harder, zachter. En er is een potentiële calamiteit die we detecteren. Dus hier moeten we op anticiperen. Dit alles wordt natuurlijk wel overzien door een moderator die op afstand naar een schermpje op schermen aan het turen is. Om te kijken of ook alles ook daadwerkelijk gewoon vlekkeloos kan verlopen. Daarnaast zien we ook dat bijvoorbeeld de string rail, wat ook nog wel eens vergeleken wordt met een kabelsysteem, eigenlijk heel keurig in de lucht hangt. En dat het helemaal geen hinder geeft van horizonvervuiling. Heel veel mensen zeggen ook nog wel eens, want er wordt altijd gezocht naar een wijze om dit innovatieve transportsysteem toch af te kunnen kraken. Dat is gewoon, hoge bomen vangen altijd veel wind, zeg ik. Maar ja, dit is geen milieuvervuiling. Als je hier een windmolen in de natuur zou zetten, dan valt hier meer op als dit transportsysteem. De hoogte van deze palen die je ziet staan, of dit paal, van deze paal, excuus, is ongeveer 12,5 meter. En alles is compleet automatisch. En de modules rijden van A naar B zonder dat men er hinder van heeft. Er is ook op verschillende aspecten is Unisys String Technologies bezig. Ook op het vrachtvervoer is niet stilgestaan. Daar zijn ze ook mee bezig. En alles werkt dus volledig automatisch. Nou, dit is een platte 2D-tekening van ons aardoppervlak. Ons aardoppervlak bestaat voornamelijk uit bergen en heuvels. En heuvels uit dalen, hoe je het wil. Maar wij mensen hebben altijd de nare neiging om eerst de boel te egaliseren voordat we iets willen bouwen. Nou, op het moment dat wij de boel hebben geëgaliseerd, is het een hele mooie vlakke omgeving geworden. Maar dieren zijn verjaagd uit hun bepaalde leefomgeving of zijn letterlijk en figuurlijk bedolven onder het zand. Op het moment dat wij mensen de boel hebben geëgaliseerd, gaan we beginnen aan een fundering. En de fundering zit bijvoorbeeld ook onder de huizen, onder elk gebouw, onder een spoorconstruct van de NS. Het is toevallig ook een spoorconstruct wat ik jullie ga voorschrijven nu, ga vertellen. En ja, dan zie je eigenlijk hoeveel ruimte dat nodig heeft. Want als we nu komen bij het uiteindelijke deel, de doorsnede van het spoorconstruct, dan zie je dat er een soort drietrapsraket ontstaat. En dan zien we dat eerst is begonnen met de egalisatie van de grond, heel veel ruimte. Vervolgens de fundering, iets minder ruimte, maar nog steeds heel veel ruimte. En daarna de doorsnede van het spoorconstruct. Dus je ziet echt een drietrapsraket. Als we nu gaan kijken naar de innovatieve transportoplossingen van Unisys String Technologies, dan zien we op de onderste foto linksonder dat ons landschap nog steeds bestaat uit heuvels en dalen.
Maar je ziet ook dat er intermediate supports geplaatst zijn. En dat is eigenlijk een verticale pilaar. Maar ik zal ze vanaf heden dus vanaf heden intermediate supports gaan noemen. En daartussen is een stringrail gespannen. En dat zorgt dus eigenlijk voor dat ons aardoppervlak nagenoeg intact kan blijven, voor 95% intact kan blijven. En dieren gewoon kunnen blijven leven in een bepaalde leefomgeving. Doordat het gebruik maakt van het tweede niveau, kan het op verschillende hoogtes worden geïmplementeerd. En kunnen de stringrails op verschillende hoogtes en verschillende spanwijdtes van elkaar worden gespannen. Denk hierbij aan spanwijdtes van 200 meter, 400 meter. Maar zoals nu in de Emiraten wordt getest, op 288 meter. De tests zullen binnen nu een aantal weken ook daadwerkelijk beginnen. Het testlijn 4 is inmiddels ook klaar. Maar het geeft dus wel aan wat voor antwoord Unisci String Technologies kan leveren op de vragen die we op dit moment hebben. Op het moment dat de stringrail op spanning is en dat alles correct is, dan worden de hulpondersteuners verwijderd. En dan zie je uiteindelijk dat een stringrail, neem als voorbeeld, gespannen is op een spanwijdte van 288 meter. De uiteinden zijn uit de grond gehaald en zijn bevestigd aan zogeheten anchor supports. En daar kom ik zo meteen ook even kort op terug. Dan is er altijd een heel belangrijk systeem wat veelal wordt vergeten. Want bij mensen zijn we met één ding bezig. Wanneer gaat het eens renderen? Nou, het kan alleen maar renderen als het ook daadwerkelijk veilig is. Dus dat betekent dat het systeem onder de witte kappen, dat is het ontsporingssysteem, dat het ook naar behoren functioneert. Want als dat systeem de bruid eraan geeft, of de geest eraan geeft, dan hebben we echt de poppen aan het dansen. En dan, dan kunnen we nog heel lang gaan wachten op onze rendatiesom, om even zo te zeggen. Want heel veel mensen denken van ja, dit moet wel gaan renderen, maar het moet ook gaan renderen. Maar ook mensen die hiermee gaan reizen, moeten er ook profijt van hebben. Ook voor hun is het heel belangrijk dat het rendabel is, dat ze op een rendabele manier van A naar B kunnen reizen. Nou, dan kijken we aan de rechterkant en dan zien we de doorsnede van de spoorconstruct. En dit is hoe het er ongeveer uitziet. Alles wordt bij elkaar gehouden door de behuizing. De bovenop is de rail bedding. Unisci String Technologies geeft hier een garantie vanaf van meer dan 50 jaar. Dus dat is echt uniek. Dus hij is er zeker van dat dit ook gewoon stevig is en dat het ook echt niet kapot kan gaan. Nou, in deze stringrail zien we 6 getwiste snaren. En we zien dat alles bij elkaar wordt gehouden door milieuvriendelijk opvulmateriaal. Dus het is nog eens een keer lichtgewicht en het is oerstevig. De modules kunnen op verschillende intervals van elkaar rijden. Op dit moment wordt er getest en zijn ze in staat op een interval van plusminus 20 tot 50 seconden te reizen. Maar in de nabije toekomst zullen ze dit kunnen doen op een interval van 2 seconden. Nou, dat is gigantisch. Binnen 2 seconden is de technologie in staat om eventuele problemen te detecteren en daar ook op te anticiperen, zodat er geen calamiteiten hoeven te ontstaan en dat mensen op een veilige manier van A naar B kunnen komen. Een aantal sheets terug sprak ik over een anchor support en op de foto zien we hier een 3D tekening van een anchor support. En zoals je ziet bevindt alles zich op het tweede niveau. Mensen kunnen van het eerste niveau met een trap of een lift naar boven gaan en daar kunnen zij opstappen en van A naar B rijden. Dus de natuur heeft zo min mogelijk hinder van Unisci String Technologies, maar ook bestaande infrastructuur heeft er geen hinder van, want alles gaat bovenlangs. In 2018 is de drone tentoongesteld aan het publiek van Sky, of aan het publiek die op dat moment het Ecofest hebben bezocht. Ik heb het zelf ook gezien en ik heb met eigen ogen gezien hoe die drone eruit zag, hoe groot het is en waar dit toe in staat zou kunnen zijn. Dit heb ik op foto's gezien. Inmiddels wordt de drone ook daadwerkelijk getest. Hij kan een capaciteit op dit moment tillen van ongeveer 750 kilo, misschien al iets meer. Maar de bedoeling is dat hij 1,5 ton gaat tillen en dat hij daarna wordt gecertificeerd en goedgekeurd en ook wordt ingezet om moeilijk bereikbare gebieden voor Unisci String Technologies toch te kunnen bevoorraden, zodat de bouw ook daar gewoon rustig kan voortgaan. Dus dit gebeurt allemaal achter de schermen. Dus het lijkt erop alsof er niks gebeurt, maar achter de schermen gebeurt er gigantisch veel en sommige dingen kunnen niet sneller dan snel gaan. We zien hier 3 verschillende typen spoorconstructen. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er bovenlangs rijden en onderlangs kunnen rijden. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen. En we hebben een flexibel spoorconstruct, en het woord flexibel zegt het al, flexibel. Dat is een gebogen spoorconstruct waarbij de intermediate supports altijd hoger zijn dan het diepste punt. Het mooie van dit spoorconstruct is dat de modules altijd eigenlijk rijden met een beetje de rem erop, waarbij ze dus energie kunnen genereren.
Die energie kunnen ze weer gebruiken om zelf van A naar B te komen en indien nodig af te geven voor stedelijk gebruik. Daarnaast wordt er ook energie opgewekt doordat modules remmen. Die energie wordt opgevangen in accu's en die accu's die dragen de modules met zich mee. En ja, bij een eventueel opstapstation zijn ze in staat om deze opgewekte energie ook daadwerkelijk af te staan. Er kunnen ook zonnepanelen worden geïntegreerd in de stringrails. Het klinkt heel futuristisch, maar het kan echt. En daarbij zijn ze dus ook in staat om ook weer extra energie op te wekken. Dus er kan op verschillende niveaus en verschillende mogelijkheden energie worden opgewekt. De aerodynamica van je Nitsky String Technologies is zeer belangrijk. Je kunt niet een baksteen creëren en deze dan op de baan zetten en ervan uitgaan, oh, dat gaat wel werken. Nee, dat werkt niet. Alles moet zo efficiënt mogelijk bedacht worden en uitgerekend worden, omdat ja, de weerstand die je hebt van de wind als je heel hard gaat, is gigantisch. Maar bijvoorbeeld de U-Flash is zo ontworpen dat hij zowel voor als achterlangs geen windcirculatie zal hebben en geen weerstand zal hebben. En dat achteropvolgende modules daar ook geen last van hebben. Als we nu naar een auto kijken, dan zien we dat hij aan de voorkant veelal gestroomlijnd is. Maar aan de achterkant is dat minder en daar ontstaat dus een beetje vuile lucht door. Vergelijk het met vliegtuigen. Als deze opstijgen, dan moet een vliegtuig wat erachteraan gaat altijd toch even wachten, want anders komt hij in de vuile lucht en dan ontstaat de turbulentie. Dat kan geen kwaad, maar is voor de inzittende allesbehalve prettig. Nou, dit is de U-Flash. Hoe staat het dan met de ontwikkeling van de U-Flash? De U-Flash is in 2018 tentoongesteld aan het grote publiek op het Ecofest in Wit-Rusland. Daarna is hij in 2018 is hij op de Innotrans tentoongesteld en in 2019 is hij tentoongesteld op het Ecofest van Wit-Rusland. Ik heb hem versproken, dus nogmaals excuus. Soms duizelen de data's. En daarna is hij eigenlijk langzamerhand zijn certificeringsproces ingegaan. Het is echter wel zo dat de testbaan in Wit-Rusland te kort is. Die is maar 900 meter lang. En hij heeft eigenlijk minstens 25 kilometer nodig om goed getest te kunnen worden. 10 kilometer is nodig om op te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om op een topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer is nodig om op een ordentelijke manier tot stilstand te komen, zonder dat er vervelende situaties in de cabine zich kunnen opleveren. Dat willen we niet, dat wil Nitsky niet, dat wil jij niet. Ik wil het ook niet. Dus vandaar dat ze zeggen van nou, dit is nodig. Op dit moment is het wel zo dat ze aan het kijken zijn, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten, om een testbaan te realiseren die aan alle eisen voldoet, zodat deze module ook gecertificeerd kan worden. Dit is de volledige rolling stock van Nitsky String Technologies. En rolling stock klinkt een beetje apart, maar goed, het is altijd beter als rollende voorraad. Dus ik hou het bij rolling stock. We beginnen bij de U-Wind. De U-Wind is een lichtgewicht module, biedt plaats aan twee personen, heeft een topsnelheid van 150 km per uur, wordt ook al getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland, Marina Gorka. Dan krijgen we de U-Bike. De U-Bike is het eerste geteste en gecertificeerde model van Nitsky String Technologies. Dat is einde 2016 gebeurd en is eigenlijk een heel uniek model, want ook het logo van Nitsky String Technologies is hiervan afgeleid. Deze module kun je zowel automatic in de manual version besturen. Dus oftewel automatisch of gewoon trappen. En dan kom je van A naar B. Dan hebben we de U-Car U44-30T1 en de T3. Eigenlijk zijn deze compleet identiek aan elkaar. Hebben ook een topsnelheid van 150 km per uur. Maar bij de een is er plek voor 6 personen en bij de ander is er plaats voor 18 personen. De U-Flash, zoals al reeds aangegeven, topsnelheid 500 km per uur. En in deze configuratie is er plek voor 6 personen. De U-Bus U42210. In de enkele versie is er plek voor 12 tot 14 personen. En hoe groter die wordt, hoe meer plek er is. Topsnelheid 150 km per uur. In het Ecotechnopark is het nu wel zo dat de baan iets te kort is. Dus de topsnelheid die daar is gereden met de modules is 102 km per uur. Wel even belangrijk om dit wel even te benadrukken. Dan krijgen we de U-Bus U4220T2. Een bi-rail model maakt gebruik dus van de stijve spoorconstructie waarbij modules zowel boven als onderlangs kunnen rijden op het Ecotechnopark. In de enkele versie is er plek voor 25 personen. In de dubbele versie is er plek voor 48 personen. En in de driedubbele versie is er plek voor 64 personen.
Nou, dan komen we aan bij de vijfde generatie transportmodules van de UNESCO String Technologies. Dan hebben we de U-Lite. De U-Lite is het model wat zal gaan dienen en zal worden ingezet voor het eerste commerciële traject in Wit-Rusland. Dat traject is inmiddels in de certificeringsfase. Daar kom ik ook zo even kort op terug. En we zien aan de rechterkant de U-Carrot. De U-Carrot is eigenlijk een grote module dat ook plaats biedt aan 25 passagiers. En dat binnen nu en niet al te lange tijd ook daadwerkelijk zijn eerste testmeters gaat maken op het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook op het vrachtvervoer is Unitsky String Technologies niet stil blijven zitten. Door de pandemie waar we mee te maken hebben gehad, is eigenlijk de vraag meer terechtgekomen bij het goederenvervoer. Als je de wereldkaart plat zou maken en je zou alle passeringen in kaart brengen, dan zie je dat er meer goederen wordt vervoerd, zowel over water, over land, in de lucht, dan dat er passagiers worden vervoerd. Dus die vraag is ook bij Unitsky String Technologies gekomen en die zijn dus eigenlijk met een gigantische inhaalslag begonnen. En wat hebben ze kunnen realiseren? Ze hebben kunnen realiseren de U-Trans en de U-Truck. Beide modules worden ook al getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. De U-Trans is een grote lopende band. En die kan eigenlijk bijvoorbeeld ruwe aardse materialen, denk je bij aan steenkolen, ijzererts, van de mijn naar een overslaggebied brengen of naar een haven. Vanuit Kazachstan is hier bijzonder veel interesse voor. De U-Truck is een module die bijvoorbeeld mais, losse suikers, bulkmaterialen ook van A naar B zou kunnen rijden. En ook hier is uit verschillende landen al bijzonder veel interesse ingetoond. Dan komen we aan bij de U-Cont. De U-Cont is een containermodule die het mogelijk maakt om zeecontainers van 20 voet of 40 voet te kunnen verplaatsen van A naar B. Dat kunnen ze zowel staand als hangend. En als je nou kijkt naar de twee onderste foto's, dan zie je ook al dat die daadwerkelijk in de assemblagelijn zich bevindt. En dat deze ook binnen nu en niet al te lange tijd zal worden getest in de Verenigde Arabische Emiraten, zowel staand als hangend. En ook in Wit-Rusland zal er worden getest. Nou, ik sprak net over de U-Lite. De U-Lite is het eerste commerciële model voor Unitsky String Technologies wat zal worden ingezet en zal worden gebruikt om passagiers te vervoeren over een lijn van 1125 meter lang dat zich bevindt naast het Ecotechnopark. En dan zul je misschien denken, ja, maar dat is nog steeds eigen terrein. Jazeker, maar je moet als overheid en organisatie wel de vergunningen krijgen om dat te kunnen realiseren. Dat is een fantastische stap voorwaarts. Anatoly Unitsky heeft met zijn bedrijf een gigantisch ecologisch vakantiepark gerealiseerd. En dat bevindt zich inderdaad naast het Ecotechnopark. Maar daar zit nog wel een stukje in wat mensen moeten afleggen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus een lijn gerealiseerd. En zoals Anatoly Unitsky in 2020 in het online Ecofest heeft bekendgemaakt, zien we hier dus hoe de lijn eruit ziet. En voor de mensen die al misschien op social media hebben gekeken of op de verschillende informatieplatformen, die hebben ook al de U-Lite in actie gezien. En die hebben al kunnen zien dat hij ook daadwerkelijk van A naar B rijdt. Nou, dit alles gebeurt door een enthousiast team van engineers die dag en nacht in touw zijn om alles te bedenken, uit te rekenen en middels AutoCAD-programma's en dergelijke 3D-tekeningen. En de Sol Systems is ook een leverancier van dit soort technologieën te bedenken. En dat het ook daadwerkelijk naar de assemblage kan, zodat de handige handjes dit in elkaar kunnen zetten. En hier bevindt zich dus de lopende band, om het even simpel te houden. Hier worden modules in elkaar gezet. Hier worden ze ook al deels getest. En als alles goed is bevonden, dan gaat het naar het Ecotechnopark. En het Ecotechnopark is, zoals de meesten wel weten, een voormalig militair tankterrein. Wat Unitsky String Technologies heeft weten om te toveren, om het simpel te zeggen, tot een showroom in de open lucht. Het is niet alleen een showroom. Hier kunnen overheid, bedrijfsdelegaties komen kijken en zelf ervaren hoe het is om te reizen met Unitsky String Technologies. Daarnaast wordt ook wordt er ook op ecologische wijze geteeld. Dus denk hierbij aan de groenten, bijvoorbeeld zoals bloemkool, rode kool, tomaten, wordt allemaal op ecologische wijze geteeld en wordt getest. En er wordt op dit moment zelfs geteeld met de aarde, of de elixir, dat heet in de vorm van de Euterra.
Dat is een vruchtbare humus die Anatoly Nitsky heeft weten te realiseren. En waarbij hij aangeeft dat hij eigenlijk de meest dode grond op deze wijze toch vruchtbaar kan maken. Maar hier is wel een hele lange testfase aan vooraf gegaan. Nou, er wordt ook... Er wordt natuurlijk ook getest op het testpark. En dat wordt gedaan in verschillende weersomstandigheden. Dat wordt gedaan in regenomstandigheden. Maar dat wordt ook gedaan in koude omstandigheden. Zodat ze toch in alle continenten of op alle continenten in verschillende weersomstandigheden kunnen doorwerken en kunnen doorbouwen. Nou, inmiddels wordt er ook gewerkt aan een nieuwe lijn. We zien hier de enkel support en de twee intermediate support staan. Dus er wordt zeker niet stilgezeten en... het is alleen maar positief, want overheden hebben verschillende vragen voor verschillende doeleinden en dat moet wel beantwoord kunnen worden. We zien hier de U-Flash. De U-Flash is inmiddels ook al in certificeringsfase bezig, maar wat ze kunnen certificeren en wat ze kunnen uitbreiden, dat doen ze dus ook. Dus er is een verbeterde versie inmiddels nu de baan opgegaan en die wordt langzaam getest. En dit is hoe het dan uiteindelijk er daadwerkelijk uit zou kunnen zien. We zien hier alle modules bijna. We zien dat de U-Flash aan de bovenkant zich bevindt. En aan de onderkant zien we de U-Bus, U4220T2. Dus modules hoeven niet meer op elkaar te wachten, zoals treinen in een huidige spoorkonstsysteem. Maar kunnen onafhankelijk van elkaar van A naar B rijden. En je kunt het ook combineren door middel van of boven vrachtvervoer of onder passagiers, of onder vrachtvervoer of boven passagiers. Het geluid is ook een zeer belangrijk aspect. Het doel van Anatoly Nitsky is om iets te realiseren wat efficiënt is, maar wat ook heel geluidsarm is. Zodat bijvoorbeeld dieren die in een bepaald leefklimaat leven, denk hierbij bijvoorbeeld aan herten, dat is een heel mooi voorbeeld, die schrikken zich, die zijn eigenlijk heel snel in de schrikmodus, in de freeze modus. En dat is voor die dieren is dat niet goed, dat levert stress op. Dus Unitsky String Technologies heeft aangegeven, nou, mijn modules produceren maximaal een dB van 80 decibel. Maar daarbij heb ik ook de stringrail weten te isoleren en ervoor kunnen zorgen dat het geluidsarm is. Dus eigenlijk, het klinkt heel simpel. Het klinkt ook heel raar wat ik nu ga aangeven. Maar je hoort de module pas aankomen als je hem ziet. Op het moment dat je hem ziet, hoor je hem pas. Op het moment dat je hem ziet wegrijden, zal ook het geluid weer heel snel weg zijn. Unitsky String Technologies heeft verschillende samenwerkingen. Dit is een van de meer bekendere samenwerkingen met het Belgische bedrijf Bekaert. Zij hebben de rollen staal geleverd, zoals hier op de foto te zien is, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus we zien dat ze op verschillende niveaus samenwerkingen hebben. Maar ook met het Chinese bedrijf Lenovo. Wij kennen het voornamelijk van laptops. Maar Lenovo heeft bijvoorbeeld grote datasystemen in elkaar gezet en heeft de data weten te verzorgen voor Unitsky String Technologies. Dus we zien dat ze op verschillende niveaus verschillende samenwerkingen hebben. En dit alles is in een stroomversnelling gekomen door de volledige ondersteuning van het Sharjah Research Technology and Innovation Park. Het is een hele mond vol. Maar goed, het is wat het is. En wat doen zij? Zij zijn eigenlijk een verbindingshub. Zij zijn de verbindingshub tussen het bedrijf Unitsky String Technologies, wat in de Emiraten onder de naam verder gaat als U-Sky Transport, en overheidsfunctionarissen. Dus zij brengen, je moet het zo zien, Unitsky String Technologies of U-Sky is A. Het Sharjah Research Technology and Innovation Park is B. En de overheidsdelegaties zijn C. Of bedrijfdelegaties, dat is C. Dus zij brengen constant A met C in verbinding. Zij zijn eigenlijk de missende schakel. Door de ondersteuning van de Sheikh van Sharjah is dit in een stroomversnelling gekomen. En wat wij hier op dit moment zien zijn 3D-tekeningen, maar ook al de eerste echte gebouwen die klaar zijn. De eerste 400 meter lijn op dit park is klaar. Het houten ecohuis op dit park is klaar. Is overigens het enige houten construct in de hele Emiraten. Want die mensen zijn daar niet zo happig op, dit soort houten constructen. Want het kan vlam vatten. Maar Unitsky heeft aangegeven, ik kan het met mijn vruchtbare grondverbeteraar. En ik heb speciale technologieën weten te bedenken. Waarin ik er zeker van kan zijn dat dit houten ecohuis geen vlam zal vatten. Nou goed, hij heeft gelijk gehad. Het houten ecohuis is heel apart om te bemerken. Zodra je daar binnen bent, is alles een stuk koeler. Maar dit is dus af en dit is eigenlijk hoe het er nu
Ja, uitziet. Dus dit is de 400 meter lange lijn die in 2019 operationeel is gegaan, onder toezicht ook van de Sheikh van Sharjah. Die is ook al zoals reeds aangegeven persoonlijk betrokken. Ziet er echt persoonlijk op toe dat alles ook goed gaat. En ondersteunt dit ook. En zorgt er ook voor dat Unitsky String Technologies geen duimbreedte in de weg wordt gelegd. Waardoor dus de ontwikkeling eigenlijk gewoon in een goede stroomversnelling kan komen. Zoals mensen die al langer in dit project zitten en die ook vaak aangeven, het duurt zo lang. Dus nu eindelijk op snelheid is, op stoom kan komen, wat ze in 2018 al hadden gehoopt te behalen. Goed, dit is de Unica U4, V1 en T, of 4. U4, 431T1, excuus, al die nummers soms duizelt dat. En dit is een tropische versie. Deze versie kan tegen hittes van plus 60 graden. En daarin functioneert die goed. Nou, inmiddels is deze compleet gecertificeerd en kunnen mensen met een veilig gevoel reizen van A naar B. Ook op het vrachtvervoer is niet stilgezeten. En dit is een mini-container, misschien voor sommigen een lachwekkend iets. Maar deze container, daar worden al testen mee uitgevoerd, wordt al gekoppeld aan de Tropical Unicar, UCAR. En deze modules worden altijd 5, 6 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat het ontsporingssysteem niet kan afbreken. Maar sterker nog, of belangrijker nog, dat ook de stringrail niet kan breken of dat er geen metaalscheurtjes in voorkomen. Dat willen we niet. Dat wil Unitsky niet. En dat willen ook internationale organisaties die het certificaat moeten afgeven voor Unitsky String Technologies ook niet. Dit certificaat geeft aan dat Unitsky in de Emiraten volledig voldoet aan alle veiligheidseisen en dat mensen dus met een gerust gevoel kunnen rijden van A naar B. Ook achter de schermen op managementniveau heeft Unitsky String Technologies alle certificaten, zowel de vestiging in Wit-Rusland als mede de vestiging in Sharjah, opereren onder hele strenge overheidsregels. En dat geeft dit certificaat, wat is afgegeven door ISO, internationaal erkende organisatie, of TUV, kan allebei. Die kun je rustig op terugvinden. Maar zij nemen wereldwijd dit soort audits af. Denk bijvoorbeeld aan KPN. Die heeft ook in Nederland heeft ook zo'n certificaat. Daarnaast functioneren ze in de Emiraten ook al op wetenschappelijk niveau. Ook daar hebben ze weer een certificaat voor gekregen. Dus zo zie je dat ze echt hun tijd ver vooruit zijn. Denk hierbij, om het heel simpel en behapbaar te houden, dat ze gemiddeld 10 jaar voorlopen op wat wij nu kennen. Dus wat voor ons nu nog science fiction lijkt, is in feite al lang niet meer zo, want het rijdt, het wordt getest en het wordt ontworpen. Nou, dit is Anatoly Nitsky, die persoonlijk inspecteert of de 2,5 kilometer lange lijn, testlijn 4, of die naar behoren functioneert, waarbij de intermediate supports op 288 meter van elkaar staan. Nou, alles is helemaal goed. Eigenlijk een wereldwijd record gezet. Er is nooit eerder een construct volledig in één keer van de grond af de hoogte ingehezen wat 2,5 kilometer lang is. Dus unicum. Maar goed, de testlijn 4 is nagenoeg bijna klaar. We zijn op dit moment bezig met de laatste loodjes. En er zal binnen nu en niet altijd lange tijd ook de U-Carrot zijn testmeters kunnen maken op deze baan. Ook achter de schermen, schermen, zeker achter het station, wordt ook gebouwd. Want de U-Carrot moet wel van de grond naar ongeveer 13,5 meter hoogte toe kunnen. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Dus een bedrijf in de Emiraten die heeft aangegeven, ik kan dit binnen 30 dagen realiseren. Van ontwerp tot productie, tot implementatie. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat bedrijf heeft zijn woord gehouden. Dus ook de intermediate supports achter het station van testlijn 4 staan er. Nou, en zo ziet testlijn 2 er dan uit. Testlijn 2 staat er al een tijdje. Dat is de gebogen spoorconstruct. Maar inmiddels wordt er ook al aangebouwd. Dus wordt ook klaargemaakt om de stringrail te bevestigen. Nou, op de rechterkant zien we de foto hoe dat eruit gaat zien. De contouren van dit opstapstation zijn echt compleet gelijk als op die we op de foto zien. Dus we zien dat er achter de schermen en ook op aspecten die wij niet zien, wel degelijk wordt gewerkt. Nou, de U-Carrot is inmiddels al een aantal weken aangekomen in de Emiraten. Heeft er door een vrij lange zeereis voor moeten overbruggen. Maar het is hartstikke mooi dat die er nu is en die zal binnen nu al niet al te lange tijd, zoals al een aantal keer aangegeven, ook zijn testmeters gaan maken.
Nou, als ik dit kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem innovatief, CO2-neutraal, milieuvriendelijk. Het voldoet aan alle veiligheidsaspecten. Het is eigenlijk een antwoord op een wereldwijde vraag die we hebben. En het heeft eigenlijk alleen maar plusses. Nu zullen mensen ongetwijfeld zeggen, ja, maar het duurt zo lang. Dat is voor mij een gigantische min. Ja, kan ik me iets bij voorstellen? Aan de andere kant, ik kan me er niks bij voorstellen. Want als je gaat kijken wat zij in korte tijd hebben gerealiseerd, en dan praat ik eigenlijk vanaf 2014 tot nu, dus we zitten eigenlijk in 9 jaar, dan is dat gigantisch veel. En als je kijkt naar een auto, hoe lang dat duurt om dat te realiseren, en dat is een construct wat al is, dan is dat van ontwerp tot realisatie is dat gemiddeld 6 jaar. Nou, als je nu kijkt naar Unisys String Technologies, dat is er niet. Maar ja, dan zie je wel dat ze een gigantische voorsprong hebben kunnen nemen in die afgelopen 9 jaar. En we zijn er nog niet. En ik kan me af en toe ook wel realiseren dat het lang duurt. En ik zie ook dat heel veel informatie is geweest die niet correct is geweest. En het enige wat ik dan nu wil doen, middels de updates en middels alle informatie die vrijkomt. En mijn collega, Nettie Sommers ook. En ook mijn collega in België, Christian van der Vijver. Is om het nu zo goed mogelijk wel in orde te hebben. Zodat de informatie op een zo goed mogelijke manier wel met jullie wordt gedeeld. Want uiteraard, wij kunnen ons voorstellen op het moment dat iets wordt gezegd wat niet klopt, dat je af en toe daar heel boos om wordt. En dat is terecht. Maar aan de andere kant, ik zeg altijd zo, fouten kunnen we maken. Als je 1 keer een fout maakt, is het geen fout. Maak je de fout 3 keer, ja, dan wordt het wel een fout. Want dan handel je soms ook willens en wetens op een manier die niet handig is. En ja, dan zie je uiteindelijk dat bijvoorbeeld mediabedrijven zoals CNN ook wat terughoudender worden. Maar op het moment dat het wel goed is, dan zie je dat ze heel enthousiast worden. Nou, het is hartstikke goed. Ze hebben een aanvraag gedaan in de Emiraten. We zien dat er iets heel unieks gebeurt. Mogen wij een project of mogen wij een artikel schrijven en een video creëren over dit project, want dit is heel uniek. Nou, dat hebben ze gemogen. En wat er toen is gebeurd, is dat er wereldwijd media-aandacht voor is gekomen. En dat is eigenlijk de media-aandacht die we heel hard nodig hadden gehad in 2018. Maar er is heel veel tegenwerking wereldwijd voor Unisys String Technologies gekomen. Dus het is niet zo dat er onwil is geweest vanuit Unisys String Technologies of het fonds dat ons de mogelijkheid geeft. Nee, totaal niet. Er is gigantisch veel tegenwerking gekomen van overheidsorganen. En het is wat dat betreft de Emiraten gigantisch goed hard te danken dat zij wel de mogelijkheid hebben gezien en dat zij zeggen van nou, dit past binnen onze toekomstvisie en wij gaan ervoor zorgen dat dit project slaagt. Nou, op alle continenten is wereldwijd positief gereageerd. En er zijn positieve artikelen gekomen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bedrijven of overheidssystemen en oudere artikelen geschreven van bedrijven die nu aangeven, ja, we hebben in het verleden misschien wat sceptisch, al dan niet negatief gereageerd. Maar we moeten nu toch constateren dat dit innovatieve transportsysteem wel degelijk het beste systeem is wat we zouden kunnen implementeren binnen bestaande infrastructuur, dan wel infrastructuur die nog moet worden gerealiseerd. Nou, Unisys String Technologies met Anatoly Unisys is binnen de hoogste konterijen bekend. Dus hij heeft de volledige steun van de Emiraten. Maar hier staat hij bijvoorbeeld op de foto met koning Letzi III. Koning Letzi III heb ik, zonder dat ik het zelf wist, persoonlijk gezien. Ik heb hem niet ontmoet, maar hij ging op 20 meter van mij vandaan. Eigenlijk zijn ervaring ondergaan. En hij wil eigenlijk niks liever dan zijn land Lesotho koppelen met de havenstad in Zuid-Afrika. En op die manier toch een goed alternatief voor het huidige wegennetwerk wat ze daar hebben realiseren. Zodat ze op die manier toch efficiënter goederen van A naar B kunnen transporteren. Dus ook koning Letzi III is zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van Unisys String Technologies. Nou, hoe staat het dan met de 15 kilometer lange lijn in Dubai? Want ja, daar wordt al zo lang reclame voor gemaakt. En dat is, er zijn onderhandelingen gaande. Je kunt op de officiële site www.ust.inc kun je hier informatie over terugvinden. Waarbij Nadezhda Kosareva, CEO van Unisys String Technologies, aangeeft dat die onderhandelingen zijn gedaan. En dat alles de goede kant uitgaat.
Nou, daarnaast geeft ook Hussein Al-Mahmoudi aan dat op het moment dat het tot een positieve certificering komt op het testpark in Sharjah, dat Sharjah de eerste drie commerciële trajecten ook bekend zal maken in hun emirat. Nou, voor de oplettende kijkers onder ons, die hebben ook al verschillende 3D-tekeningen voorbij zien komen. Dus dit zijn de potentiële commerciële trajecten die ze in Sharjah willen hebben. Dus al met al hartstikke positief. Dus achter de schermen gebeurt er gigantisch veel. Daarnaast is ook in het emiraat Abu Dhabi serieus gekeken naar, zouden we dit kunnen implementeren binnen onze huidige infrastructuur? Nou, ook daar zijn de onderhandelingen gigantisch ver. We zien hier op de foto Anatoly Yunitskiy met zijn collega Oleg Seretsky. Oleg Seretsky is de CEO van Youscovery. Dat is eigenlijk het grote commerciële orgaan binnen de complete holding van Unisky. Maar je ziet dus dat hier de onderhandelingen gaande zijn. Dus al met al zie je hier hele positieve ontwikkelingen. En ja, die positieve ontwikkelingen houden natuurlijk niet op. Anatoly Yunitskiy heeft een interview gegeven. En ik denk dat het een heel goed interview is om te lezen. Dit is deze week gepubliceerd. Deze kun je ook weer terugvinden op www.ust.inc. Maar hij geeft eigenlijk aan dat ja, zijn transportsysteem bij 2050, vanaf 2050, dat alles volledig naar het tweede niveau getild zal zijn. Dus ja, ik denk dat het ook zo is. Dan denk je misschien, ja, hoezo kun je dat denken? Als ik nu naar alle ontwikkelingen kijk en naar alle vraagstukken kijk en ik zie wat Yunitskiy String Technologies daarvoor antwoord op heeft, dan is dat gigantisch. Nou, afgelopen dagen hebben ze ook op de Eurasian Rail Event gestaan in Istanbul. Dus ook hierin zie je weer dat ze op verschillende beurzen staan. En op die manier ook verschillende mensen kennis kunnen laten maken met Yunitskiy String Technologies. Het is heel belangrijk om jezelf te realiseren op het moment dat je dit voor de eerste keer ziet. En je hebt eigenlijk compleet geen affiniteit met dit transportsysteem. Maar je ziet het. Dan ga je bij jezelf denken van, wat is dit? Je krijgt weerstand. En dat is heel normaal, dat is helemaal niet negatief, maar je krijgt weerstand, want je kent het niet. Op het moment dat jij de uitleg krijgt, van Oleg Seretsky of in dit geval van ons, dan kun je met je verstand kun je erbij komen, want dit pak je niet. Wij keken vroeger naar films en dat zeiden we altijd tegen elkaar van ja, dat is science fiction, daar zullen wij nooit meemaken. Maar nu zitten we in 2023 en nu zie je dat bepaalde dingen die destijds in oude video's science fiction leken, wel degelijk werkelijkheid zijn geworden. En dat is ook met dit zo. Dit heeft tijd nodig. En ja, wij hebben natuurlijk hier in geparticipeerd en we willen niks liever dan dat het slaagt. Dat wil iedereen. Maar dat moet op een hele goede manier, op een rustige manier. We kunnen maar één keer de markt betreden en als dat op een verkeerde manier is, dan is alles teniet gedaan. Dus je ziet langzamerhand dat echt vanuit verschillende hoeken Yunitskiy String Technologies wordt gesteund. Dit is ook weer van de sheik van het emiraat Ras Al Khaimah, die aangeeft dat ze ook wel degelijk geïnteresseerd zijn in potentiële trajecten in hun emiraat. En dan zeggen veel mensen ook van, ja, maar in de emiraten hebben ze alleen maar oliedollars, daar weten ze van gekkigheid niet wat ze ermee moeten doen. Nou, niks is minder waar, ze weten wel degelijk wat ze moeten doen, want de fossiele brandstoffen raken ook een keer op. Maar als je nu kijkt wat de Emiraten aan het doen zijn, en als je er zelf in gaat verdiepen, dan zul je verbazen en dan zul je iets zien wat je compleet niet verwacht. En het is voor ons zeer goed dat ze dit willen doen, wat het betekent dat wij een hele goede start kunnen maken, want het spreekwoord luidt ook vaak in het Nederlands, als één schaap over de dam is, dan volgt de rest. Nou, ook in Saoedi-Arabië zijn ze aan het kijken of dit transportsysteem aan de vraag zou kunnen voldoen van NEOM The Line. Nou, NEOM The Line is een heel groot traject van 170 kilometer lang, is een lange lijn, letterlijk een lijn. Dat is een stad die ze willen bouwen en ze willen die onderling koppelen met transportsysteem van Yunitskiy String Technologies. Nou, er is ook al een bouw gemaakt. Er wordt op social media ook verschillende malen een koppeling gemaakt tussen Yunitskiy String Technologies en of Youscovery Transport en NEOM The Line. Ik wil hierbij echt nadrukkelijk aangeven dat het niet zo is. Op het moment dat jij iets ziet wat niet officieel is. En ik praat altijd heel graag in de jou vorm, dat is niet denigrerend bedoeld, maar op het moment dat je iets ziet wat niet officieel bevestigd is, dan kun je dat ook niet aannemen voor waar, dan is het ook geen zoete koek.
pas als je een officieel bericht ziet wat aangeeft dat ze daadwerkelijk zijn gebouwd of zijn gestart met de bouw, of dat er een entiteit is geopend, dan kun je het aangeven en dan is het officieel nieuws. Tot die tijd zijn het geruchtmakende wandelgangverhalen die veelal leiden tot vervelende situaties. En dat hebben we in het verleden ook gehad. En daardoor is bijvoorbeeld de ontwikkeling in Indonesië, die de oudere participanten onder ons waarvoor de geest kunnen halen, ook tot een stilstand gekomen. Maar inmiddels is de ontwikkeling in Indonesië ook volop gaande. Yuskofri onder leiding van Oleg Sereski heeft daar op een beurs gestaan en heeft op dit moment een memorandum of understanding ondertekend met de Indonesische autoriteit om een transportsysteem te realiseren van 3 kilometer lang. Van een station naar een winkelcentrum, waarbij passagiers altijd in het verkeer gigantisch lang stilstaan en gemiddeld eigenlijk 3 uur overdoen om een klein stukje te rijden. Daarnaast is er ook gekeken om een nieuwe stad onder de naam Nusantara te koppelen, want Jakarta is vol. Is letterlijk vol, maar zinkt ook. Het klinkt heel gek, zinkt ook. Dus er wordt op dit moment een nieuwe stad gebouwd, getekend. En daarbij is eigenlijk de gevraagd gesteld aan Unitsky String Technologies. Van, goh, zouden jullie het openbaar vervoerssysteem hier voor ons kunnen realiseren? En hoe zou dat eruit zien? Nou, daar hebben ze ja op gezegd. Die berichten hebben we ook gedeeld op internet. Dus dat zijn officiële berichten. Dan is er ook in Europa een contract getekend tussen een entiteit en Yuskofri. En hierop is ook weer gekeken of ze transportsystemen kunnen bouwen in de Spaanse stad Malaga, in Turkije, Saoedi-Arabië. Dus je ziet dat die eigenlijk allemaal weer terugkomen. Maar alles gebeurt door middel van een eerste ondertekening. En dan is achter de schermen gigantisch veel werk nodig om dat te realiseren. Een traject realiseren kost gemiddeld 2 jaar tijd, maar dan moet alles meelopen. Maar als niet alles meeloopt, dan heb je al vertraging. Nou, dit is een traject dat is ondertekend in Rusland. En dan zul je misschien denken, ja, Rusland. Kijk, wij hebben hier te maken met verschillende sancties, maar aan de andere kant van de wereld hebben ze niet te maken met sancties. En Unitsky String Technologies is een internationaal bedrijf wat gewoon goed is, linksom of rechtsom. En die zijn enkel bezig met, wij willen gewoon goed doen voor de natuur en goed doen voor de mens, want dit is nodig. Dus ook in de Russische steden wordt op dit moment veelvuldig ontwikkeld om ervoor te zorgen dat deze transportsystemen gerealiseerd kunnen worden. En dit is onder medewerking gerealiseerd door Vladislav Volkov. En ja, dit soort berichten kun je ook terugvinden op de officiële kanalen www.ust.inc. Nou, dit zijn de landen waarvan Unitsky String Technologies aangeeft in onderhandeling mee te zijn. Nou, dan zie je Bahrein, India, Indonesië en Lesotho. Nou, Indonesië is al iets verder. Lesotho, daar zijn ze dus mee in onderhandeling, maar dat had ik dus iets eerder aangegeven. Maar dus zo zie je dat dit landen zijn die je compleet niet verwacht. Nou, dit zijn de landen waarvan ze aangeven, hier hebben wij contracten mee gesloten. De Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Rwanda, El Salvador en Kazachstan. Kazachstan heb ik in het begin van mijn presentatie ook genoemd, dat die zeer geïnteresseerd zijn. Dus dit is wat er achter de schermen gebeurt. Dit is geen valse informatie. Deze informatie kun je terugvinden in een PDF-bestand wat op de officiële site van www.yuskofri.com te vinden is. Ja, ik gaf net aan dat de realisatie van een commercieel traject duurt ongeveer 2 jaar, dan moet alles meewerken. Maar je weet ook veelal dat er veelal vertraging kan ontstaan. Want je hebt een hele hoop dingen in eigen hand, maar je hebt een hele hoop dingen ook niet in eigen hand. Leveranties van toeleverancier heb je niet in eigen hand. De medewerkingen van overheidssystemen heb je niet in eigen hand. Dus ja, dat zijn allemaal geen excuses, maar dat zijn wel voldrongen feiten waar we mee te maken hebben. En wat er dus ook voor zorgt dat de ontwikkeling, waar we nu met z'n allen heel positief naar aan het kijken zijn. En ik kan me realiseren dat sommige mensen nog steeds met argusogen en een hele hoop negativiteit naar aan het kijken zijn. Maar het enige wat ik kan zeggen is van, blijf er vooral naar kijken. Je zult zien dat er een antwoord gaat komen. Dat is gewoon waardoor we soms vertraging krijgen. Maar goed, als alles meewerkt en er wordt een studie uitgevoerd en er wordt daadwerkelijk een paal in de grond geslagen en er wordt gekomen tot een eindconclusie, tot een aflevering.
dan ja, zou alles mooi zijn, kunnen zijn binnen 2 jaar. En dan kunnen mensen daar ook daadwerkelijk mee rijden. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik gebruik maak van de applicatie AdvaHunter. En wat doe ik? Het enige wat ik doe is eigenlijk mensen bewust maken van het transportsysteem van Unitsky String Technologies in jullie eigen omgeving. Dus je ziet hier een foto. Ik woon zelf in Nijmegen, dit is de omgeving van Nijmegen. En wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon verschillende verschillende lijnen gerealiseerd. En op die manier mensen laten zien van dit is hoe het eruit kan zien. Want dit is nieuw. En zoals ik net al een paar sheets aangaf, op het moment dat je dit ziet, dan doet iets met je. En dat is niet negatief, maar het is altijd iets van dit kan niet. Want dit bestaat niet, dit kan niet. Dat is gewoon heel normaal, dat is menselijk. Alles wat nieuw is, daar moeten we even aan wennen. Ook hier weer het spreekwoord, wat de boer niet kent, eet hij niet. Ja, dat is gewoon hoe het is. Maar dit is wat ik ook voor heel veel mensen doe, om ze toch mee te nemen in de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Ik ben ook beta-tester voor deze applicatie, omdat ik het heel belangrijk vind dat deze applicatie de modellen zo realistisch en zo waarheidsgetrouw kan weergeven. En ja, de mensen op die manier toch een hele goede indruk kan geven. Er is ook onlangs een heel mooi artikel verschenen in het internationale tijdschrift Forbes. Nou, dat is internationaal. Ik kan alleen maar aangeven, kijk zelf maar waar het hoofdkantoor zit en waar ze allemaal in welke landen ze publicaties uitgeven. Nadessa Kosreva heeft een heel mooi interview gegeven, CEO van Unitsky String Technologies. Ga dat lezen, neem daar de tijd voor. Mocht je geen Engels kunnen lezen, wat ik me heel goed kan realiseren, maak gebruik van Google Translate of van de vertaalfunctie van je browser. Dit is gewoon heel belangrijk om het tot je te nemen, want het geeft aan hoe de ontwikkeling gaat en wat soms maakt dat het iets langer duurt dan we allemaal hopen. Nou, dit zijn de informatiekanalen die jullie kunnen raadplegen om op de hoogte te blijven en om met ons in contact te blijven. We hebben verschillende groepen. Ik heb ook een Nederlandse groep. Inmiddels ben ik ook bezig met de Belgische groep. Die is al, die bestaat al. Ik heb volgende week daarover even kort contact met de curator van België. Omdat ik deze groep ook voor de Belgische participanten de lucht in wil hebben. Zodat jullie ook op verschillende platformen op de hoogte kunnen brengen. En dat ik gewoon met jullie als community in contact kan blijven. Want ik heb maar één doel. En dat is jullie de beste informatie geven, maar er ook voor zorgen dat jullie met een gerust hart de informatie tot jullie kunnen nemen. En dat jullie in ieder geval zelf de keuze kunnen maken om te zeggen van, nou, ik ben blij met de informatie. Of ja, ik vond de informatie toch niet alles. En dan ga ik gewoon mijn best doen om ervoor te zorgen dat jullie uiteindelijk met een gerust gevoel de rode draad kunnen volgen. Dus dit zijn een van de verschillende informatiekanalen. Mijn advies is ook om eigenlijk op alles te abonneren. Mocht het zo zijn dat een van de informatiekanalen uitvallen, dan kun je altijd nog op een andere manier met ons in contact blijven. Dit zijn mijn contactgegevens en de contactgegevens van mijn collega Nettie Sommers. Mocht je een vraag hebben over wat dan ook, een vraag over hoe staat het nu met de ontwikkeling of ja, ik ben sinds 2017... participeer ik in het project en hoe staat het er nu voor? Dan zeg ik heel kort, abonneer je even op een van de kanalen, social media kanalen en volg het nieuws. Want ja, achter de schermen zijn we best wel druk om heel veel problemen voor jullie op te lossen. Om heel veel systemen voor jullie draaiend te houden, zodat jullie met de meest makkelijke muisknoppen alles kunnen volgen. Dat vergt een hoop.